Hey kijkers van mijn kanaal, dit is Sturms en welkom terug bij Void's Wrath. Ik ben hier samen met Sam en... Oh, daar is Ik zit hier open. Een creeper. Ik vind het raar, als je iemand killt, moet je kijken, dan heeft hij gewoon twee hoofden gekregen. Ja, dat is vervelend, want dat licht gaat in de weg liggen. Heb je dat wel eens doorgehad? Ja, dan ja, je kan er niet doorheen lopen. Nee. Dus het idee is vet, maar het is nog niet echt ideaal. De uitwerking is een beetje... Maakt niet uit. De vorige keer hadden wij een uitbaas gekillt. Of wat was niet gekillt? Ik had hem. Ik vond dat ik hem gekillt had, Sam. Ja, ik vond het eigenlijk ook. De kill hebben we, maar de loot hebben we niet, om zo te zeggen. Ja, wat een sukkel was dat. Dat we hem de volgende keer gaan we killen, of weet je? We gaan deze gewoon killen, ja. We gaan zijn broertje killen. Ja, zijn familielid. Sterf. Familielid, ja. Oh, een big. Oh. Hoppakee. Die kill ik als. In ieder geval wat eten. We kunnen heel hoog al beginnen, dus dat is chill. Nou ja, ik wil ook echt een beetje beneden gaan beginnen, toch? Nou, ja, nee, maar ik bedoel, dan kunnen we van... We weten al dan dat we veilig hier zitten, zo te zeggen. Als we deze vast al even kapot maken. Hier, ren jij maar erin. Zo, ik doe links. Wat een zombie. Ik heb geen diamond pickaxe meer, hè. Dus ik kan je ook helemaal geen pickaxe meer? Nee, dus als jij die andere sloot, dan kill ik gewoon elke keer die monsters. Glas, eten. Dit is niet echt goede loot wat je hier vindt, hè? Of het is gewoon een hele lage drop. Kom, ga gewoon naar beneden. Ik zie je weer zo'n spider shit ding. Au, ik word gehit. Je hebt één spin achter je aanlopen. There we go. Zo. Dus ik heb wol en kool, helemaal niks. Let's go down. Je torches toevallig? Ja, volgens mij wel. Ik kan hier niet door, want zit hier al die corpses zit hier. Ja, dat is echt vervelend, hè? Ja, dat is niet chill. Oh, hier is een pickaxe voor jou. Oh, en torch. Je hebt ook torch. Ja, ja, ik heb al gelukkig nu wat torches. Ja, ik heb ook torches. Gaan we nog verder naar beneden weer? Ja, denk het. Oké. Okay. Dat is de laatste verdieping. Zo, oh, en jezus, deze... Ik ben naar buiten ge... What the fuck? Holy shit. Hit Hoezo the ground too hard. In één keer die damage. Wauw. Ik vind dat je een TP mag krijgen. Oké, nou TP met mij, Sam. Mag je dat doen? Ja hoor. TP, Dutch Terms. Dit was echt heel nep. Midnan. Woep. There we go. Kijk, okay, je bent nou, hier zijn mijn spullen. Zo. Zo. Oké, nou hè. Zo. Kijk, dit hebben we na we zo wel zoveel dood gaan, hebben we ook al dikke progressie gemaakt, hè. Ja. We hebben serieus al echt 33 diamonds al gevonden. Dat is eigenlijk... best wel veel. Ja, maar ik moet nu eerst even jou helpen boven. Dit is echt stom, man, dat we doodgaan. Ja, dat is wel weer zo, maar ja. Hoort er eigenlijk ook wel weer een beetje bij. Want geloof me, met Divine RPG, als we een beetje naar volgende realms gaan... Dan kan je eigenlijk... Eigenlijk moeten we een game rule aandoen. Dat heb ik gedaan altijd met deze mod. Game rule keep inventory. Als je doodgaat, dan behoud je je level en je items eigenlijk. Ah, zo. Jezus, die spinnen zijn sterk, man. Ja, I know. Woep. Zo, okay. Zo, weed, ook echt helemaal niks hier. Zo, let's go. Oh ja hoor, wordt de trap geblokkeerd door fucking stomme monsters. Echt, dat is irritant. Get out. Dat is 1, en dit is 2. Zo, en wat zit hierin? Een fishing rod, chill. Oké, wacht. De volgende chesten niet openen. Oké? Want dan als unlocken we die eindbaas misschien weer. Oké. Want het komt dus dat je elke keer als je een chest opent, dan unlock je die eindbaas. Aha, oké. Dus ik... Sam, go voor de dinges. 1 en dat is 2, dus deze chest niet openen. Oké, dan gaan we verder. Yes. Oh, dit is alleen maar 1 spider, snel. Dus 1 en dit is 2. Oké, zo, super. Gaan we weer omhoog. En dan zijn we op het dak. Oké, wacht. Oh, hier staat hij! Ja. Shit! Ik kijk hem aan! Snel, pak al die chests die hier zijn. Ja. Ook. Ik kan niet in de chest. Hij staat achter je, weg. Ik kan niet in de chest kijken. What the fuck ja, is dit? Dat is gebukt. Dan moet je de chest kapot maken. Waar ben jij? Ik ben helemaal omhoog. Ik ben naar beneden gegaan. Ga omlaag. Oh, hier zit dus die fishing rod in. Oh, Sam, ik zie je. Ben je hulp nodig of niet? Ik ben helemaal boven. Wat zullen we doen? Zullen we kunnen hem killen misschien?
Maar ik ben ook weer bang dat het... Zullen we game rule... Oh, hij staat bij mij, hij staat bij mij. Ga weg. Hoe zet je game rule aan dan? Iets van... Game rule keep... Inventory I met een hoofdletter. Niet zonder K met de hoofdletter. Dus gewoon keep inventory. Oh, ik ben hem aan het slaan. Sam, help, ik sla hem. Wacht. Doe dit. Typ dat. Ja, Sam, ik heb hem bijna gekilled. Echt, nu al? Holy shit. Oh, fuck jou! Oh! Solo kill. Boom. Hoe doe je dat? Bro. Get out. Dat hele ding gaat ontploffen. Ga naar beneden. Slash game rule. Keep. Giet op, dat hele ding ontploft. True. Gast, we vergeten onze dingen. Nee, ik heb al het loot. Alleen er is echt niks. Dat heb je niet gezegd. Shit, nu moet ik nog helemaal naar beneden. Ik heb geen eten, ik heb niks. Ik heb al een half uitje. Go. Je hebt twee levens. Go. Naar beneden. Oh kut. Ik kan niet eens naar beneden springen. Denk ik. Je moet omhoog. Oh, nee, kut. Je moest hier naar beneden. Oh, shit. Ik ga gewoon helemaal naar beneden. Fuck die shit. Daar is mijn oude uitgang. Oh, shit. Ik moet nog één naar beneden. Oh, shit. Hij is gestopt, man. Hij is gestopt. Je bent safe. Oké, ik ben beneden. Oh. Nou, Jezus, man. Dit is niet goed voor mijn hart. Nou, ik heb hem wel gesoloed, hè. Je hebt hem gesoloed, man. Heb ik nou die keep... no game rule, call it keep inventory is available. Slash game rule. Ja, je moet die I met een hoofdletter doen. Sorry. True. Ah, game rule has been updated. Nice. Oké. Nice, we hebben deze wel in één keer. Echt stom dat ik die andere dan niet in één keer heb gekillt, man. Ja, nou ja, weet je wat? Pech. Ja, deze Rambo solo modus. Ja, inderdaad. Ik zie hier iets leuks. Oh, vertel. Ik dacht hier ruins of zo. Ik ben even benieuwd om even een kijkje te nemen daar. Kijk. Ah, nice. En we gaan gewoon nu een cave in. Stel ik voor. Oh, ik zie weer een 2 dungeons. Ik ook. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen een farm maken. Wat heb ik gedaan met Dive in RPG? Dat is dat. Als het goed is, op hierboven. Oh, hier, hoi. Op een bedrock level. Eigenlijk een area gaan graven. En dat er allemaal monsters spawnen. En die kunnen we dan makkelijk killen. En zo op die manier kunnen we makkelijk sterker worden. Ja. Dat is één. Of we kunnen de avontuurlijke modus doen. En we kunnen gewoon kans hebben om die monsters tegen te komen. En kijken of we die kunnen verslaan. Ik denk als we de avontuurlijke gaan doen. En die twee dungeons. Want ik wil die dungeons, Sam. Ik heb het gevoel dat in één van die twee goede loot zit. Dit eigenlijk. Ja, is goed. Zullen we nog eentje doen dan? Ja, maar voordat we die gaan doen. Zullen we dan eens weer tot de volgende keer zeggen? Wow, ja, blijf staan. Niet kijken. Niet kijken. Blijf staan. In ieder geval, wil jij weten wat hier achter de berg zit dan? Want Sam die vindt het dus kennelijk fucking vet. Dan wil ik jullie allemaal even bedanken voor het kijken naar deze video. Druk op dat groene duimpje, want dat vinden wij heel cool. Abonneer op Project Minecraft. Ja, link staat onder in de beschrijving. En op mijn kanaal, Digiterms. En dan zien wij jullie de volgende keer weer. Cheers!